Welkom bij de demo presentatie van de Call Track Manager van DCDW. In deze video behandelen wij de waarde van het inzichtelijk hebben van uw telefonische leads en hoe onze Call Track Manager u die inzage geeft. Ook kijken we naar de inzet van de Call Track Manager als management tool. Om goed te kunnen laten zien wat de Call Track Manager is en doet, moeten we eerst eventjes weten waarom de telefonische lead zo belangrijk is. Een telefonisch lead converteert immers vaker en sneller dan een online lead. De afgelopen jaren zijn wij als autobedrijven lens geslagen. Met het feit dat we overal online actief moeten zijn, een pagina moeten hebben op elk portaal en ook uh, leads moeten kunnen genereren en die kunnen behandelen. Wat we echter zijn vergeten, is dat we de telefonische lead die daaruit volgt ook inzichtelijk moeten kunnen hebben. De afgelopen vijf jaar is er een enorme stijging geweest. In het gebruik van een smartphone van potentiële autokopers, die van tevoren online eerst gaan zoeken wat ze precies willen hebben en vervolgens gaan bellen. Mede met wens om anoniem te blijven, omdat we steeds meer privacygevoelige informatie delen via het internet, zien we dus een stijging terug. Ten slotte is het zo dat de omloopsnelheid in retail de afgelopen jaren enorm is toegenomen. Gaat u maar na. Als u bij een restaurant staat en u moet pinnen en het apparaat heeft al 10 seconden nodig om verbinding te maken... gaan bij u de nekkaren al overeind staan. Zo ook bij potentiële autokopers. Ze willen snel geholpen worden en direct de juiste persoon aan de lijn krijgen... om zo direct antwoord te krijgen op hun vraag. In de VS, autoland bij uitstek... krijgt men inmiddels al viermaal meer telefoonneeds dan online needs. En de verwachting is dat dit ook voor ons kleine landje niet anders zal zijn... in de aankomende periode. Als ik u nou vraag wat het resultaat van uw telefonische leads is... waar uw oproepen bijvoorbeeld vandaan komen... en hoeveel oproepen er daadwerkelijk worden opgenomen door uw medewerkers... en hoeveel van die opgenomen oproepen daadwerkelijk bij de juiste medewerker terechtkomen... zult u wellicht op dit moment ontkennend moeten antwoorden. En dat is niet erg. We hebben als autobedrijven massaal geaccepteerd... dat de telefonische lead een oninzichtelijk te maken factor is... Maar het is zo dat dankzij de techniek van call tracking en dankzij de call track manager van DCDW het nu wel mogelijk is om antwoord te geven op de vragen die u hier voor zich ziet. Wat is dan call tracking? Nou, in de basis bestaat call tracking al een aantal jaar. Echter was een groot nadeel dat call tracking altijd voorzien moest zijn van een 088, een 0800 of een 0900-nummer. U heeft dat als autobedrijf als niet prettig ervaren. Althans, uh, de gebruikers die dat uh, tot nog toe hebben gedaan. En dat snappen we ook. Want voor een klant moet een telefoonnummer net zoveel herkenbaarheid geven als een website. Nou, tegenwoordig is het mogelijk om met call tracking op elk portaal een uniek telefoonnummer toe te passen met uw eigen netnummer. Resultaat: vertrouwen aan de voorkant, nog voordat de klant belt. Een call nummer. Staat als het ware om uw telefoonnummer heen gebouwd. Daardoor staat hij automatisch doorgeschakeld, zodat nog de beller en nog de ontvanger er iets van merken. Elke oproep wanneer u call tracking gebruikt, wordt opgenomen en geregistreerd in een voor u toegankelijk dashboard op een gesloten server. Zowel wij als u hebben natuurlijk te maken met privacywetgeving. En de privacywetgeving die ingaat per mei 2018 maakt het natuurlijk alleen maar moeilijker. En dus moeten wij vertrouwelijker omspringen met de informatie die we krijgen. Ten slotte zijn alle oproepen per portaal inzichtelijk in een overzichtelijk dashboard. Wat ik u nu zal gaan tonen. Deze de W beoordeelt elke avond. Alle oproepen. Middels een geraffineerd beoordelingssysteem beoordeelt DCDW elke avond uw geregistreerde oproepen aan de hand van de volgende criteria. Deze vertalen we later in vier KPI's waarmee u als manager uw salesoperatie kunt aansturen. Zoals u ziet, halen wij vervuiling, zoals handelsgesprekken of gesprekken die geen salesoproep zijn, ook uit de data die we binnenkrijgen. En zo krijgt u een overzichtelijk dashboard waarin u elke dag Elke week en elke maand kunt inloggen om zo te zien wat er met uw telefonische leads gebeurt. Zoals u ziet in dit voorbeeld maken we ook inzichtelijk hoeveel oproepen er worden gemist. Waarom zijn die zo belangrijk? Daar komen we later even op terug. Het heeft in elk geval alles te maken met het vergroten van uw saleskansen door het gebruiken van de Call Track Manager. Laten we wel wezen: als u op dit moment uw online leads inzichtelijk heeft en uw telefonische leads nog niet, dan mist u ongeveer 70% van uw totale leadvolume. Wanneer u in het dashboard verder kijkt en klikt op specifieke gesprekken, ziet u daarin een overzicht met de verkeersbron, dat zijn dus de portalen waaraan wij ook een vestiging kunnen toekennen, en daarbij de afzender. U ziet hier twee gemiste oproepen van dezelfde afzender vanaf hetzelfde portaal. U kent allemaal het scenario waarbij u door drukte in de showroom een oproep mist. Dat hoeft dus niet meer. U krijgt nu direct inzichtelijk wie u heeft gebeld, vanaf welk portaal en u kunt de gemiste verkoopkans redden. Wilt u vervolgens de oproepdetails bekijken, drukt u op de drie paarse bolletjes rechts en komt u in het gesprek terecht. Links ziet u de oproepdetails met het tijdstip daarin en De volledige gespreksduur. Rechtsboven ziet u de opname van het gesprek, die u dus elk moment kunt terugluisteren. En rechtsonder ziet u op het moment dat DCDW uw oproepen heeft beoordeeld, de vier criteria waarop wij een weg boeken. De eerste is bereikbaarheid: de telefoon is wel of niet aangenomen. De tweede is beschikbaarheid van de juiste medewerker. De derde is de lead-conversie vanuit het gesprek, waarbij klantgegevens die wel of niet geregistreerd worden van hoog belang zijn. En tenslotte de conversie uit het telefoongesprek. Wat is dan die call track manager en wat gaat hij voor u doen? In elk geval gaat hij u iedere dag een herkansing van uw gemiste verkoopkansen geven. Hier ziet u een aantal scenario's die veel voorkomen in de showrooms. En um, nou, ik kan zelf een voorbeeld geven aan de hand van uh, het geen alternatief aangeboden. Ik had ooit een klant aan de lijn die belde voor een Ford Focus, die, auto die was net verkocht. En vijf minuten later stond prompt een inkoopauto op ons terrein. Die voldeed aan de vragen van de klant. Nou, ook nu kunt u dit soort situaties opvangen door het gebruik van de call track manager. Pakt u de oproepdetails terug, belt u de klant, verrast u de klant positief. En kunt u toch aansturen op het maken van een afspraak. Als sales manager kan het een belangrijke tool zijn om dus verkopers die niet hebben aangestuurd op het maken van een afspraak te coachen en trainen. Door gericht gesprekken te luisteren kunt u en gaat u vooral ten eerste en ten voornaamste uw eigen klantbeleving ervaren en verbeteren. U moet het eigenlijk voor u zien als dat u naast de klant zit op het moment dat deze uw auto online ziet en besluit om u te gaan bellen. Hiermee krijgt u ook inzicht in de communicatieve en commerciële vaardigheden van uw salesmedewerkers, die u zoals reeds gezegd daarmee kunt gaan coachen en trainen. Ook gaat u controleren of afgesproken salesprocessen worden gevolgd. En tenslotte gaat u bezwaren achterhalen die een eventuele conversie in de weg staan. Elke maand maken wij de vier reeds besproken KPI's voor u inzichtelijk in een overzichtelijke maandrapportage die we ook telefonisch met u doornemen. De eerste KPI is bereikbaarheid. Dat wil precies zeggen hoeveel oproepen worden er aangenomen en hoeveel oproepen worden er gemist. Een sturingsvraag die u zichzelf kunt stellen, staat rechts. Wat voor escalatieproces treedt er bij u in werking wanneer een oproep niet wordt aangenomen? Zoals u ziet, heeft het autobedrijf in het voorbeeld nog wel wat te doen op dat gebied. De tweede KPI van de vier is de KPI-beschikbaarheid. Welk proces wordt er nu gevolgd om een salesoproep zo snel mogelijk bij de juiste medewerker te krijgen met zo min mogelijk kans op uitval? Let wel. De juiste medewerker kan elke medewerker in uw bedrijf zijn... die een antwoord kan geven op de klantvraag. U betrekt dus met de call track manager niet alleen uw verkoopmedewerkers bij het proces... maar iedereen die contact heeft met uw klanten. De derde KPI is de leadconversie. De cijfers die u hier voor zich ziet, weerspiegelen de markt. Daar zult u waarschijnlijk een beetje van schrikken, maar het hoeft niet zo te zijn. Op het moment dat u inzichtelijk heeft... Hoe vaak uw verkopers wel of geen gegevens verzamelen in een gesprek, wordt het een stuurbare factor. En ook daarom hebben wij hier een sturingsvraag. Middels werkproces worden er uit iedere salesoproep klantgegevens verzameld en vastgelegd om zo een opvolgbare lead te genereren. Het kunnen opvolgen van een lead is van hoog belang om vanaf de eerste telefoon eh, vanaf het eerste telefoongesprek de afspraak naar uw showroom toe te krijgen. En dat zien we dan ook in de laatste KPI: de afspraakconversie. Nou, zoals u ziet, uh, uh, heeft het voorbeeldbedrijf hier ook nog wat te doen. Middels wel proces worden de medewerkers aangestuurd om zoveel mogelijk afspraken uit salesgesprekken te krijgen. Heeft u de lead conversie niet op orde, dan zal het u ook niet lukken om de afspraakconversie goed op orde te krijgen. Ten slotte brengen wij ook inzichtelijk wat de portalen u nu daadwerkelijk opleveren. De meeste portalen zullen u per maand uh, de oproepen aanleveren en u heeft in principe, als u het goed doet, de blauwe kolom al inzichtelijk. U krijgt precies te zien per portaal hoeveel oproepen zij u hebben aangeleverd, maar de Call Track Manager maakt inzichtelijk hoeveel oproepen daadwerkelijk sales oproepen zijn. Het zal u verbazen en het zal ook voor elk bedrijf verschillen, uh, gezien de portalen waar u op adverteert, hoeveel oproepen daadwerkelijk salesoproepen zijn. Omdat wij dit dus inzichtelijk maken, is het voor u ook mogelijk om te gaan besparen in uw marketingbudget. Het belangrijkste daarmee is dat u telefoongesprekken nog voordat ze plaatsvinden van tevoren beter gaat kunnen kwalificeren. Want laten we even het scenario erbij pakken dat u alleen adverteert op de portalen die u het meeste salesoproepen aanleveren. U kunt de rest zelf invullen. Als u zich afvraagt hoe het kan dat autoportalen ook oproepen aanleveren die geen salesoproep zijn, dan wil ik uw aandacht even vestigen op de volgende sheet, iets dat we bij DCDW een tolhuisje noemen. U betaalt de portalen namelijk, maar de portalen gaan daarmee adverteren op, uh, op websites als Google. Zij investeren zo hoog in hun SEO's, hun search engine optimization, dat uw Bedrijfspagina van het portaal vaak boven het eigen organische resultaat komt te staan. Gevolg: u betaalt voor klanten die al naar u op zoek zijn. Nou, dat is hetzelfde principe als dat de McDonald's bij de ingang van de McDrive hun eigen klant 5 euro betaalt voordat ze door kunnen rijden en zelf gaan bestellen. Wij maken dus precies inzichtelijk wat u terugkrijgt van de portalen. Dan gaan we nu kijken naar de investeringsoverzichten. Er zijn vanuit deze twee voor de Call Track Manager vele mogelijkheden, die we hebben samengevat in drie behapbare overzichten. De eerste is het meten van uw standaard portalen. Denk aan een autoscout, Autoscout, een Autotrack en een Autotrader. Alle portalen waar u betaald op adverteert. Links ziet u de licentiekosten voor de Call Track Manager Lite per maand, en rechts ziet u de Call Track Manager 4 per maand. En hierin zijn al onze diensten samengevat. Evenals het uh, uitbrengen van de maandrapportage. Het uh, doorlopend helpen uh, met advies op het moment dat de call manager gebruikt. Alle andere gegevens zijn variabel. En dus geheel afhankelijk van uw telefoonverkeer. De uitbreiding hierop is al uh, licht dynamisch te noemen. U meet dan uw eigen portalen. Maar we meten dan ook de oproepen via uw website. Wat gaat u hiermee in kaart brengen? Het presteren van uw eigen website tegenover de portalen. Ook gaat u zien hoeveel, bedrijf, hoeveel klanten daadwerkelijk naar uw website toe gaan om vanaf daar te bellen. Nuttige informatie. En tenslotte het websitebezoekersgedrag en het meten van de portalen. De uitbreiding hiervan is dat wij niet alleen de oproepen op uw website meten, maar dus ook elk bezoek helemaal gaan volgen. Um, dit is vooral interessant als u een uh, operatie heeft uh, waarbij u Google Analytics gebruikt, want we kunnen deze data integreren in uw Google Analytics dashboard. Ten slotte, dus, de Call Track Manager, de brug tussen marketing en sales. Vanuit de data die u vergaart, gaat u de doorvertaling maken naar uw salesoperatie. U krijgt grip op uw telefonische leads. U weet precies hoe uw salesmedewerkers met de telefonische leads omgaan. En eigenlijk zou het ook zo moeten zijn uh, dat u die inzage heeft. Want laten we wel wezen: als u slechts een deel van uw eigen leadvolume inzichtelijk heeft, dan heeft u ook maar een deel van de afspraken die eruit volgen. Ik dank u hartelijk. Voor meer vragen, belt u naar dcdw. Surft u naar www.dcdw.nl, waar u een demo kunt aanvragen van de call track manager, die wij zowel op afstand als op locatie bij u kunnen verzorgen.